Onlangs was ik in de supermarkt en toen zag ik bij de groenteafdeling zoete aardappelen staan. Ik had hier al eerder over gelezen en van gehoord. Deze aardappelen die zijn bijzonder gezond en eigenlijk een prima alternatief ten opzichte van de normale aardappel. Maar waarom is de zoete aardappel zo gezond? Nou, allereerst bevat een zoete aardappel een hoge hoeveelheid complexe koolhydraten en heel belangrijk een lage index, glycemische index. Dit is vooral belangrijk wanneer je last hebt van diabetes en wanneer het belangrijk is dus om de bloedsuikerspiegel zoveel mogelijk in balans te houden. Nou, dat betekent dat je prima een zoete aardappel kunt eten, omdat de glycemische last, dus eigenlijk hoe de koolhydraten in het lichaam wordt opgenomen en de snelheid daarvan, relatief laag is. Dus dat betekent dat er minder last is van hoge pieken of hoge dalen door het eten van een zoete aardappel. En dat maakt het juist bijzonder gezond en ook heel belangrijk bij het afvallen. Tevens zit in de zoete aardappel een hoog aandeel voedingsvezels per portie ongeveer 4 gram. En dat is al een prima aandeel. En dat betekent wanneer je zoete aardappelen eet, dat het vrij eenvoudig is om aan de aanbevolen hoeveelheid voedingsvezels te komen. Dat in combinatie natuurlijk met het eten van wat volkoren producten en wat groenten. En dan zit je al zo'n beetje op de 30, 35 gram per dag wat aanbevolen wordt. Ook hoge concentraties beta-carotien, dus het afgeleide van vitamine A, vitamine C al 37% en vitamine B6. Dus in zoete aardappelen zitten vrij veel vitamines en mineralen. Tevens zit in een zoete aardappel ook nog ijzer. Wanneer je regelmatig vermoeid bent, kan dat zeker duiden op een ijzertekort. En door het eten van een zoete aardappel, dan krijg je al relatief veel ijzer binnen. Ook relatief weinig calorieën, en dat helemaal in combinatie met een lage index, glycemische index, maakt het dus ook een prima voedingsmiddel voor het afvallen. En een hele goede bron van kalium. Kalium is belangrijk, vooral bij de bloedsomloop en een talloze andere processen. En een prima smaak. Ik vind ze echt prima smaak, vooral wanneer ze een overschotel maakt op basis van zoete aardappel. De tip van de dag daarom is ook: eet zoete aardappelen. Succes!